Ik ben gevraagd om een video te maken over het coronavirus. En bij deze ga ik dat doen. Ik wil voornamelijk ingaan op de wijze waarop het virus zich heeft kunnen verspreiden vanuit Wuhan over de rest van de wereld. Nou, je hebt veel verschillende soorten virus in de wereld. En elk virus heeft zo zijn eigen eigenschappen. De wijze waarop een virus zich verspreidt is bijvoorbeeld een van die eigenschappen. Het beroerde aan het coronavirus is dat het vrij snel kan verspreiden onder mensen. En dat heeft ermee te maken dat het een nieuw virus is, wat je immuunsysteem nog niet kent, waardoor je dus ook sneller vatbaar bent en dus sneller ziek wordt. Ander punt is dat het virus voor symptomen als hoesten en niezen kan zorgen, waardoor het verspreiden via kleine waterdruppeltjes die je dan uitscheidt, ook weer makkelijker terecht kan komen bij gezonde mensen. Je kunt je dus voorstellen, plekken waar mensen veel bij elkaar zijn, dicht op elkaar zitten, daar is de verspreidingskans ook groter. En daarom hebben we dus deze lockdown, of deze intelligente lockdown in Nederland, met alle maatregelen die je op deze factsheets ziet staan. Coronavirus is een pandemie. Dat wil zeggen dat het een wereldwijde uitbraak van het virus is. De vraag is dit nu uniek? Is dit voor de eerste keer dat dit gebeurt? Nou, het antwoord is vrij kort, namelijk nee. Er zijn in het verleden meerdere uitbraken van ziektes geweest over de hele wereld. En sommige daarvan hebben ook de status pandemie gekregen, zoals de Spaanse griep bijvoorbeeld. Beetje gek dat ik een stip bij de Verenigde Staten daar heb neergezet. Maar oorspronkelijk is daar de Spaanse griep wel ontstaan. Dus met het troepentransport in de Eerste Wereldoorlog in Europa terechtgekomen. Spaanse media heeft er voor het eerst over bericht en vandaar dat het de Spaanse griep is gaan heten. Ander punt wat ik even kort wil noemen. SARS in het zuiden van China is dat ontstaan in 2002 en 2003. Staat voor Severe Acute Respiratory Syndrome. Nou, respiratory, dat is ademhalingsorgaan. Dat is in feite een ziekte, een coronavirus in dit geval ook. Wat voor zware longontstekingen kon zorgen, waar mensen ook aan konden overlijden. Vergelijkbaar, ook een coronavirus, meen ik, was MERS in 2012. Dat staat voor Middle Eastern Respiratory Syndrome. Vergelijkbaar met SARS en ook weer vergelijkbaar met het huidige coronavirus, COVID-19. Wat in feite ook een SARS-virus is eigenlijk. Lijken dus veel op elkaar. Alleen het verschil is natuurlijk wel dat het huidige coronavirus een pandemie geworden is en de andere twee niet. Hoe kan het nou dat een virus zoals corona waar we nu mee te maken hebben, maar ook SARS, de vogelgriep die hier niet tussen staat, hoe hebben die nieuwe virussen kunnen ontstaan? Nou, om daar een antwoord op te geven moet je eigenlijk kijken wat er in grote steden in China gebeurt. In dit geval neem ik China eventjes als voorbeeld. Wetenschappers weten dat sommige virussen over kunnen springen van dieren naar mensen. Vleermuizen hebben bijvoorbeeld heel veel virussen. Vleermuizen worden daar zelf niet ziek van, schijnen een vrij hoog afweersysteem te hebben. Maar sommige van die virussen kunnen via andere dieren of rechtstreeks naar mensen overspringen. En dan ontstaat er dus weer een nieuw virus wat dus weer kan verspreiden. Je hebt er natuurlijk wel een aantal voorwaarden voor nodig. Een plek waar dieren en mensen samenkomen. En dat gebeurt op de zogenaamde wet markets in Chinese steden. Wat is een wet market? Nou, dat is een markt waar voedingsmiddelen bijvoorbeeld te koop zijn. Ik heb hier een kop van een krant. Ze vermoeden op dit moment dat het huidige coronavirus via vleermuizen naar het schubbediertje is overgesprongen. En omdat het schubbediertje ook genuttigd wordt in China, heeft het ook kunnen overspringen op mensen. Of dat door consumptie gebeurd is, weet ik niet. Het kan ook gewoon simpelweg zijn doordat mens en dier hier ongelooflijk dicht op elkaar gepropt zitten. En daar laat ik je nu wat voorbeelden van zien. Want zo'n wet market in Wuhan, waarom gaan mensen daarheen? Nou, een aantal redenen op een rijtje gezet. En ik heb mijn informatie van verschillende media gehaald. Waarbij ik echt geprobeerd heb om fake news er zoveel mogelijk uit te filteren. Mocht dat niet het geval zijn, laat het me alsjeblieft weten in een opmerking. Maar veel Chinezen zijn nog niet super rijk. En
kiezen ervoor om liever op een markt op zoek te gaan naar wat goedkoper voedsel, dan dat ze naar de supermarkt gaan, wat nog wel te duur is voor sommigen. Dat geldt niet voor elke Chinees. Sommige Chinezen die wel wat meer geld hebben, willen ook liever wilde dieren eten, omdat ze geloven dat wilde dieren wat voedzamer zijn dan de boerderijdieren. Het is daarnaast een luxe product. Het geeft Chinese status, want als je een bepaald soort dieren kunt eten, kun je mooi laten zien hoe rijk je wel niet bent. Dan hebben we nog de invalshoek van de traditionele Chinese geneeskunst. En daar worden sommige onderdelen van wilde dieren in medicijnen verwerkt. Dat zou heel erg goed zijn tegen bepaalde kwaaltjes. Goed, even een impressie van hoe zo'n wet market er nou uitziet. Er is veel rauw voedsel buiten de koeling. Dieren opgehokt. Mensen opgehokt. Hutje-mutje dicht bij elkaar. Beesten worden daar gegeten die wij echt liever niet zouden willen eten. Zoals honden. Maar ook vleermuizen. Vaak een bron van virussen, zoals ik al eerder vertelde. Onderdelen van dieren die wij weggooien, vinden ze daar lekker. En wilde dieren dus. De kans op het overspringen van een virus wordt natuurlijk groter als je veel verschillende wilde dieren bij elkaar zet. Dan heb je een virus wat nieuw is. Het verspreidt. En dan verspreidt het zich in één keer buiten de grenzen van China. Daar komt globalisering om de hoek kijken. Met name uitvinding vliegtuig en scheepvaart, die de afgelopen jaren enorme stappen gemaakt hebben, zorgen ervoor dat mensen heel snel over de rest van de wereld kunnen verplaatsen. En in dit geval speelt ook nog eens mee dat Wuhan een internationaal knooppunt is. Dat wil zeggen dat er een internationale luchthaven is, internationale haven is. Dat kan ik met een ander kaartje ook mooi laten zien. Je ziet hier Wuhan. Behoort eigenlijk tot het achterland van Shanghai. Wat bedoel ik met achterland? Je ziet hier de Blauwe Rivier. En waar zeecontainers bij Shanghai naar binnen gaan, kunnen ze via de rivier verder stroomopwaarts naar Wuhan worden verscheept. Kortom, Wuhan heeft ook een belangrijke haven. Verder staat het in verbinding met andere Chinese steden via het spoor. Dus er zijn voor mensen heel veel mogelijkheden om zich te verplaatsen. En dat is voor de economie hartstikke mooi. Maar als je een virus wil tegengaan, is dat weer minder mooi. Ik laat hier een kaartje zien wat eigenlijk een beetje met lijnen de verschillende vluchtenroutes over de wereld weergeeft. En in één oogopslag kun je misschien de continenten al herkennen. Maar het gekke is dat de continenten in een kaart eigenlijk hier nog niet bijgevoegd zijn. Het zijn puur alleen de vluchten, binnenlands, ook internationaal, die hier met lijntjes zijn weergegeven. En hier ontstaat dan een beeld als de kaart er wel onder zit. Klikken we de kaart weer weg. Om eventjes aan te geven hoeveel verschillende vluchten er over de wereld gaan. De plekken waar al die lijnen bij elkaar komen. Amerika, Europa, maar ook China. Sommige delen hier zo langs die route worden heel erg zwaar aangedaan. Midden-Oosten, Dubai. Als je dit nou naast de kaart legt van het aantal overlijden per 12 april, dan kun je misschien enigszins verbanden zien. Hetzelfde kaartje, andere kleuren. De gebieden die het zwaarst getroffen zijn ook gebieden die een beetje het centrum vormen van vluchtverkeer. Amerika, Europa, et cetera. Als je gaat kijken naar deze kaart, dan zie je dat het noorden van Italië, eigenlijk het centrum van Italië, het gedeelte waar de meeste handel gedreven wordt, waar het meeste geld van Italië verdiend wordt, waar dus ook het meeste internationale verkeer samenkomt, daar, dat gebied, is het meest getroffen. Het wat armere zuiden, de periferie van Italië, is minder hard getroffen. Dus ook daar kun je een stukje globalisering, verkeer, een aspect dat mensen weer snel kunnen reizen, dichter bij elkaar brengen van bepaalde gebieden in de wereld. Je kunt het hier weer terugzien.
En voornamelijk de centrumgebieden in landen, het rijkere gedeelte waar de handel plaatsvindt, zijn het hardst getroffen. En hoe kwam het dan uiteindelijk in Nederland terecht? Nou, kijk naar deze data, 31 januari, 6 februari, 21 februari, kortom, het virus was daar aan het voortwoekeren. Bij ons in Nederland, in week 8, kregen we voorjaarsvakantie. En op voorjaarsvakantie gaan heel veel mensen op wintersport. En waar gaan ze dan op wintersport? Noorden van Italië of aan de grens Zwitserland en Oostenrijk. Gebieden die op dat moment dus ook besmettingen hadden. Dus massaal op wintersport, misschien ken je het, misschien ken je het niet. Als daar een virus is wat makkelijk verspreid, kun je je voorstellen dat zo'n wintersportgebied, zeker het après-ski gedeelte, ja, een risico vormt. En daarna, mensen die op wintersport geweest zijn, kwamen we bijvoorbeeld weer terug. Mensen die niet gebonden waren aan de schoolvakanties gingen daarna heerlijk carnaval vieren. Carnaval was een weekje later. Het zuiden van het land had toen vakantie. Ja goed, daar waren mensen aanwezig die het virus hadden. En zodoende heeft zich in Brabant en in Limburg het virus enorm kunnen verspreiden. Zo, kaartje erbij waar je dat in principe ook een beetje kunt zien. Brabant, Limburg, verband met wintersport en zeker de carnaval is zeker aanwezig. Ander aspect, Spanje ook zwaar getroffen. Hoe heeft het virus Spanje zo kunnen bereiken? Nou, daar wordt de wedstrijd Atalanta-Valencia genoemd als een ware coronabom. De wedstrijd die gespeeld is toen Italië nog niet vol in lockdown was. Het virus was er al wel. Heel veel mensen zijn daar samengekomen. 40.000 supporters die daar al feestend, al joelend, al knuffelend bezig waren. Die zijn vervolgens weer naar Spanje toegegaan. En ja, een tijdje later bleek inderdaad dat sommige van de spelers van Valencia inderdaad het virus hadden. En dat gold ook voor supporters. Een andere vraag is, waarom sterven er zo ongelooflijk veel mensen in Italië en Spanje? Het is best interessant om ook eens te kijken naar de bevolkingsopbouw van Italië en van Spanje. Hier eerst eventjes een diagram laten zien met bevestigde besmettingen en het aantal mensen wat overleden is. Dan valt op dat VS, kom ik zo nog op, kop en schouders bovenuit steekt. En dan komen Italië, Spanje en Frankrijk. Maar hoe is die bevolking nou opgebouwd in Italië en in Spanje? Nou, hier zien we Italië 2016, in Spanje 2018. Wat valt je op? Nou, als je kijkt naar de kwetsbare groepen, het aantal mensen in miljoenen. Spanje en Italië hebben beide een bevolking waar een vrij groot gedeelte van de bevolking uit oudere mensen bestaat. En laat die oudere mensen nu net het meest kwetsbaar zijn en ook het meest komen te overlijden. Daar valt enigszins de oorzaak te vinden waarom het sterftecijfer in Italië en Spanje op dit moment zo ontzettend hoog is. Dat vergrijst de verouderde bevolking. De teller op dit moment wereldwijd staat op 116.000 overleden mensen. En dat is toch echt wel schrikbarend. Zeker als je bedenkt dat we waarschijnlijk het einde nog niet hebben gezien. Wat voor gevolgen heeft dit virus? Naast de gevolgen die voor zich spreken. Er zijn wat gevolgen op economisch gebied. Want alles zit dicht. Horeca kan niet draaien. Bedrijven gaan failliet. En dat zijn hele schrijnende situaties voor mensen die ja, dus op dat moment hun bedrijf kapot zien gaan. Zonder dat ze daar iets aan kunnen doen. Je kunt ook denken aan reisorganisaties. Alle reizen zijn gecanceld. En ja, als dit lang genoeg gaat duren, hoe gaat dat dan de rest van de economie? Wat voor impact gaat het hebben? Nou, vliegtuigen staan aan de grond. Verkeer vele malen rustiger op de snelweg. Minder files, maar ook minder handel. Dus een economische crisis, een recessie, dus dat de economie iets minder snel groeit of langzaamaan afneemt, lijkt heel erg reëel door het coronavirus.
ga ik niet al te veel over vertellen. Dat moet ook blijken hoe dat nog gaat uitpakken. Een ander gevolg, doordat alles stil ligt, is een gevolg wat we in de natuur kunnen zien. Dat is ook wel weer bijzonder. In Italië, bij Venetië, waar normaal gesproken ongelooflijk veel toeristen dagelijks rondlopen en gebruik maken van de bootjes, loopt nu geen kip. Nou ja, geen kip. Geen mensen meer. Je ziet wel wat zwanen. Maar bewoners, die posten op dit moment allemaal foto's op Instagram. En dat het water weer helder is. Voor het eerst sinds jaren. En zelfs zo helder dat wilde dieren weer in de kanalen komen. Er zijn zelfs dolfijnen gespot. En dat is toch wel heel erg uniek. Dus waar mensen weggaan, waar de rust weer terugkeert, keert ook de natuur. Ander voorbeeldje in Nederland. We hebben heel veel gepraat over de stikstofproblematiek in Nederland. Nou, dit is een plaatje van 23 tot en met 27 februari 2019. Dus 22, 26 maart 2020. Hoeveelheid stikstofuitstoot is maar liefst 12%, meen ik, minder vergeleken met vorig jaar. Dus dat is best aanzienlijk. China. Nou, de luchtvervuiling daar. Alles wat hier groen of donker, ja, wat is het, rood is. Dat was enorme luchtvervuiling. En nu, de lockdown van China. Ze kunnen daar op sommige stukken voor het eerst weer genieten van schone lucht.